Hallo en van harte welkom bij deze dankbaarheidsmeditatie. In deze ontspannen meditatie gaan we ons richten op dankbaarheid. Dus ga in een comfortabele positie liggen of zitten. En vind voor jezelf een houding dat gemakkelijk voor je is, waarin je pijnvrij kunt zitten. En neem dan even de tijd om je op je gemak te voelen. Probeer even te connecten met dit moment. En probeer weer even te connecten met jezelf, met je gevoel en met de subtiele energieën die in jou aanwezig zijn. Voel je gezicht, de voorkant van je gezicht, je achterkant. En voel je nek en keel. En adem ontspannen door dit gebied heen. Ontspan je schouders, je armen en handen en laat ze maar slap en zwaar worden. Adem diep in en uit en laat je lichaam zich ontspannen op een natuurlijke manier. Rem jezelf op een liefdevolle manier af. Je hoeft even niet te denken aan de dag van vandaag, aan de dag van gisteren of de dag van morgen. Het is nu even dit fijne moment voor jezelf en niemand anders. Ontspan dan je rug bij de volgende uitademing. En ontspan dan langzaam je borst en je buik. Ontspan je benen en je voeten. En adem. Word één met je ademhaling. Word één met je lichaam. En word weer één met het moment. En zoals gezegd gaan we in deze meditatie ons focussen op het gevoel van dankbaarheid. Uit vele onderzoeken blijkt dat geregeld stilstaan bij alles waar je dankbaar voor bent, je gelukkiger maakt. Want vaak focussen we ons alleen op wat niet goed is, terwijl er in ons leven ook zoveel is waar we dankbaar voor kunnen zijn. Maar de mind heeft vaak de neiging om zich te focussen op al het negatieve. Het ziet altijd tekort in dingen, te weinig. Terwijl er ook zoveel positiefs gebeurt, ook in de huidige tijd waarin we leven. Er gebeuren veel negatieve dingen, maar er gebeuren ook veel positieve dingen. Dus laten we daarom eens stilstaan en dankbaar zijn voor alles wat er wel is. Dus adem in en uit
en zak weer verder in ontspanning. Vertraag jezelf en je ademhaling. En probeer nu eens om jezelf open te stellen voor het gevoel van dankbaarheid. Adem in en uit. En misschien kun je dankbaarheid voelen voor iets dat je hebt, iets dat je bezit. Probeer je eens een aantal dingen voor te stellen waar je dankbaar voor bent. Probeer je eens een aantal dingen voor te stellen waar je dankbaar voor bent. Misschien is het je huis. Waar ben jij dankbaar voor? Adem diep in en uit. En terwijl jij je deze dingen voorstelt, mag je mentaal tegen jezelf zeggen: dank je wel. En voel dan de dankbaarheid voor de mensen die je kent. Sta deze personen maar toe om in je gedachten te komen. En zie deze personen duidelijk voor je. Welke personen ben jij dankbaar voor? Wie zijn dat? Misschien kun je nu liefde voelen stromen. Misschien voel je wellicht helemaal niks. En misschien kun je deze personen in gedachten een knuffel geven. En mentaal herhalen: bedankt dat je er bent. Adem dan weer in en uit. En zak weer verder in ontspanning. En word dan dankbaar voor jezelf. Voel de dankbaarheid voor jou als persoon. Wees dankbaar voor je wijsheid, je vriendelijkheid. Wees dankbaar voor je openheid. En wees ook dankbaar dat jij dit moment hebt genomen met jezelf. Om nu hier te zijn. Wees dankbaar voor je vermogen om anderen lief te hebben. En wees dankbaar voor het vermogen om jezelf lief te hebben. Op dit moment heb jij jezelf lief omdat jij hebt gekozen voor stilte. Gekozen voor meditatie. En wees dankbaar dat alle pijn die je hebt mogen ervaren je sterker hebben gemaakt. En je gevormd hebben tot de mooie persoon die je nu bent. Dus stel je maar eens voor dat jij jezelf een knuffel geeft. En herhaal dan mentaal tegen jezelf: dank je wel.
adem in en uit en voel nu dankbaarheid voor de kleinste dingen. Welke kleine dingen er nu ook in je opkomen, wees er maar dankbaar voor. Het maakt niet uit wat er nu tot je komt. Voor welke kleine dingen in dit leven ben jij dankbaar? En als jij een aantal kleine dingen voor de geest kunt halen, mag je mentaal de woorden herhalen: dankjewel. Adem dan lekker in en wees dankbaar voor je adem die je leven brengt. Laat je adem ontspannen en voel dat je dieper in je lichaam zakt. Word weer één met je ademhaling en geniet van elke in- en uitademing. Geniet van het leven dat door je heen stroomt, dankzij je ademhaling. En neem nu even de tijd om je op de wereld om je heen te concentreren. En voel dan nog meer dankbaarheid. Soms kunnen we alleen het negatieve van de wereld om ons heen waarnemen, terwijl ook zoveel moois gebeurt. Dus misschien kun je dankbaarheid voelen voor al het moois dat er is. Het enige wat je hoeft te doen is nadenken en de dingen voelen waar je dankbaar voor bent. En dan breiden ze zich vanzelf uit en groeien ze. Leef in het huidige moment door de hele tijd verbonden te zijn met dankbaarheid. Probeer jezelf te voelen zoals je bent en niet zoals je verwacht dat je zou moeten zijn. Wees gewoon dankbaar voor wie je werkelijk bent. Diep van binnen. Accepteer je plus- en minpunten. En we hebben ze allemaal. Niemand is perfect, maar iedereen is perfect zoals hij is. Dus wees daar maar dankbaar voor. Ook jij bent perfect zoals je bent. Het is een feit dat we echt kunnen genieten van de dingen die we nu hebben. We hebben echt niets anders nodig. We hebben alles al wat we nodig hebben om het meeste uit onze tijd hier op aarde te halen. Dus wees dankbaar voor je bestaan, want je bent hier, je bent aanwezig en je bent alles wat de wereld nodig heeft. En breng dan in je verbeelding een moment waarin je veel liefde voelde stromen. Wanneer was de laatste keer dat je kippenvel voelt tijdens een mooi moment?
En als je niks voor de geest kunt halen, dan is dat ook oké. Wanneer was de laatste keer dat je kippenvel voelde tijdens een mooi moment? Focus je op de geluiden, de bezienswaardigheden, de geuren en gevoelens. En wees dan dankbaar dat je dat hebt mogen meemaken. Wees dankbaar dat jou die ervaring is gegund. Want het had ook zomaar anders kunnen lopen, maar dat is niet gebeurd. Je hebt van die ervaring mogen genieten en daar mag je dankbaar voor zijn. We zouden in dit leven niets voor lief mogen nemen. Want we weten niet wat er morgen gebeurt of overmorgen. Daarom mogen we dankbaar zijn dat we elke dag wakker worden. Elke dag kunnen verbinden met onszelf. Er zijn ook zoveel mensen op de wereld die leven onder vele slechtere omstandigheden. Maar het is ons gegund om dat niet te hoeven ervaren. Dus wees daar dankbaar voor. Dus breng nog eens dat moment van kippenvel voor je. Dat mooie moment. En verblijf eens in dat moment voor de volgende 3 ademhalingen. Adem in en uit. In en uit. Adem nu in en terwijl je uitademt, voel je de liefde van al deze dingen in je groeien en uitbreiden. Laat de liefde je lichaam maar vullen. Voel de liefde stromen door je lichaam, de blijdschap en de vreugde. En breng dan al je bewustzijn naar je hart en de liefde die je met je meedraagt. Al deze dankbare dingen die je soms zou kunnen vergeten, terwijl je ze altijd meedraagt in je hart. En als je doorgaat met het ontspannen ademen, kun je misschien de kracht herkennen die het focussen op deze dingen je geeft. Misschien kun je het voelen stromen. Misschien kun je een kleine glimlach op je gezicht herkennen. En stel je dan eens voor dat je helderheid en liefde maximaal wordt. En wanneer je uitademt, laat je los. En ontspan je. En ben je één met die helderheid en liefde. En laat de helderheid maar toenemen bij elke inademing. Zie jezelf fonkelen als een heldere ster. En hoor jezelf nu de volgende zinnen mentaal zeggen nadat ik ze heb opgenoemd. Ik ben dankbaar voor dit moment.
Ik omarm elke dag met dankbaarheid. Ik ben dankbaar voor mijn dromen en verlangens. Elke dag ben ik me meer bewust van alle kleine zegeningen. Elke dag ben ik me meer bewust van de kleine zegeningen. Ik ben dankbaar voor de privileges waarmee ik ben gezegend. Ik ben dankbaar voor elke dag. En als je dit herhaald hebt, mag je even wegvallen in stilte. Mag je even het gevoel voelen dat nu overheerst. En laat alles maar stromen. En als er emoties omhoog komen of andere gevoelens, laat het stromen. Er is op dit moment geen reden om het tegen te houden. En ik kom over een paar minuten bij je terug voor nog wat afsluitende woorden. En terwijl deze dankbaarheidsmeditatie bijna ten einde loopt, wil ik jou bedanken voor je aanwezigheid. Wil ik jou bedanken dat jij dit moment voor jezelf hebt genomen. Dit kostbare moment. Dit belangrijke moment. En jij mag ook jezelf bedanken voor dit moment. Jij weer de moeite hebt genomen om deze meditatie te volgen. En misschien kun je de komende dagen wat meer focussen op dankbaarheid. Misschien kun je voor het slapen 10 dingen opschrijven waar je die dag dankbaar voor bent. Dus nogmaals bedankt voor dit moment. En als je straks je ogen open doet, probeer een deel van de rust of de liefde die je eventueel ervaart voor jezelf te houden. En dankjewel voor dit moment. Namaste.